Yo, kijkers van Thies Games. In deze video ga ik met jullie naar de rand van Minecraft. Maar Thies, Minecraft is toch oneindig? Ja, maar om te spelen? Nee. In Minecraft kan je rand bereiken. Deze kan je bereiken nadat je 30 miljoen blokjes minimaal hebt gelopen. Een Minecraft-wereld is dus 60 miljoen blokjes breed. Dus 60 miljoen bij 60 miljoen. Lengte keer breedte is oppervlakte. Dit is dus de oppervlakte van Minecraft. Dat betekent dat Minecraft 7 keer zo groot is als het oppervlakte van de aarde. De rand van Minecraft ziet er zo uit. Je ziet een normale Minecraft en een kale Minecraft. Hier kan je niet heen of in. Er spannen geen bomen, planten, dieren, villages, strongholds of caves in. Het is gewoon een kale Minecraft. Maar hoe kom je hier nu het makkelijkste? De simpelste manier is om er gewoon naar heen te tp'en. Of je loopt er naartoe, maar dat duurt een tijdje. In de normale Minecraft wereld kan je maar tp'en naar x is 3 miljoen en z is 3 miljoen. Als je een server hebt met essentials erin, kan je tot x is 30 miljoen en z is 30 miljoen. Zo kan je dus naar de rand van Minecraft komen. Willen jullie nog meer van dit soort video's? Drop dan eventjes een like op deze video. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ciao!